bereiken. Precies. Hard wind zag ik aankomen. Benny Bot aan Oom van Schaik. Ja. Wij kijken naar het optoeren van de eerste Pro Stock op de baan. Wij kijken naar het optoeren van Hightech Redneck. Arjen van Rasberg heeft de proefstrek. En dan valt ook er één keer onvermogen weg, of hij gelooft zelf dat het zo mogelijk is voor de project. De laatste dagen ga ik volledig in mee. Kunnen wij de prijs uitreiken van de Tourdrives? Dan willen we zeker niet de wedstrijd in de weg zitten. Hebben we de eerste prijsuitreiking en dan... 1000 Benny Bot! Ik denk dat de tweede Roosdag staat op de Tour. Jazeker, horen wij de John Deere aan het eind. Nemers, Nightmare, Daniel Vriends gaat los! Renk hier ook streden nog in te vullen, oftewel hij liet zijn proeftrek staan als gevoel van de overwinning in plaats in van Renk Aartsen. Plaats hier nummer 2 uit Wagenstein. Aakwit! Kies met z'n kunnenwinkjes geluk in de Te Braken BV. We zien de derde plaats op IJsden, die absoluut weer met de beste. Wij zijn aan het rechts uit Hoeve. Gaat. De machine gaat spelen. Komt-ie! IJzersterk, want van deze kant af te zien gaat... Superstart! Superstart! Door 110 meter. We zijn dan hier die eerste echte full goal staan. De lamp van morgen. Van Rocky. Maar dan kun je er met deze sleepwagen niet uitgehaald krijgen. Wat dat betreft een moeilijke run. De Rudolf Broeks die er altijd goed bij zitten. Aantikken toch een fraaie balans erin weten te krijgen. Zijn wij benieuwd naar die afstand, maar dat is tegen die trappen aan 100 meter. We gaan het zo zien. Hier is de nummer 2 van de kopjes. Oh, hier in ieder geval los. Dat is een hele lastige baan aan deze kant. Kom er zo wel even op terug, Erik. Pak eerst aan jouw kant de combinatie Snoopy maar eens even mee. Yes. Snoepie die vorige week zijn thuiswedstrijd beleefde natuurlijk in het Noord-Hollandse Langendijk. Daar goed presteerde met een vierde plek. En nu twee keer nodig heeft om de zaak op terug te krijgen. Dat was heel weinig mis. Hij ging ons een beetje bij de 50 meter wel even wat hoog. Maar... Goed gepresteerd, de 100 meter is te ver. En dan ga ik even kijken wat Daniel Vries heeft beslist met zijn proefje. En de ene is een beetje oranje en de andere is een beetje geelachtig. Dit is de geelachtige. We gaan kijken wat Bas Rooster kan laten zien. Thank you.
ik dacht dat hij misschien nog wat droger was, want er zaten in ieder geval geen gaten gegraven. Maar ook voor hem is de 100 meter op de verre plaats er ongeveer bij de rest steken. Dan schoolstoel de combinatie. En gaan we naar de machine, ook uit Zundert. Het is de overbuurman van Richard Dams. Dus dan houdt hem lang vast en dan in één keer is het weer weg, zoals ook in die eerste run. Arjan Brasveen dus in combinatie met wat mij dan opvalt, zeker in de laatste paar meter, heeft ook wat overmatig katten dan. Oké, okay. Nou, dan zullen ze zelf aan hun bos. De man uit Nieuwegein, komt ie. De finalisten, we hadden er over 2 en dat is nummer 3. Niet die 110 meter, maar dat wordt steeds moeilijker, denk ik. Temptation rijdt zich net nog in de finale, dus Abby Bauer zou het ook moeten kunnen. Al wordt over. Zet zich als vierde in de finale. En Katia daar staan van het slinkje dat hij net voorbij gaat. Ongelukken. Gaan wij kijken naar de botcontrol. De botcontrol combinatie uit Alphen. De combinatie die is gepromoveerd. En de combinatie die zich heel graag laat zien. De laatste in de kwalificatie voor het finale tijd is. Jazeker. Jerian Duin. De eerste run in de finale staat daar. Oh, we hebben water nodig. Komt er niet? Nee, met
de Nederlands Nightmare, waarvan we zagen dat hij voor de kastelijk druk had, waarvan... Te ver weg. Je kijkt bijna 88 meter 80 die nog van Rocky overkomen staat. Dus dit toch een hele spannende. Kijken wij naar de laatste run in de finale. Kijken wij naar Pete Power. Ja, op het oog 2 meter nog voorbij de vlag wordt verzet, pakt hij de tweede keer de winst in de Grand National. Achter elkaar, Langendijk was voor hem en ook deze Moerbeek. Nou, de tweede keer de winst achter elkaar in de Grand National.